Ja, Gerson, het gaat weer beginnen. Hoeveel zin heb je erin? Ja, heel veel zin eigenlijk wel. Duurde het te lang? Nee, ik denk af en toe wel eens goed is om eventjes wat rust in zo'n week. Eventjes een oefenstrijdje spelen en een paar dagen vrij. Ik denk dat het echt wel goed is. Ook voor het mentale en even lekker fris in je hoofd. En we hebben deze week weer goed en hard getraind en op naar zondag. Het is onrustig daar. Nou ja, dan weet je dat het ook een nieuwe trainer, dan weet je dat het ook kan gaan stormen. Dat is ook, daar moeten we ook echt rekening mee houden. Maar we moeten ook wel proberen om de eerste tik uit te delen. Want dan gaat het bij hun, denk ik, niet meer vanzelf. En dan denk je dat zij te geterg zijn nu? Nou ja, ze zullen zich willen gaan bewijzen. Ook tegenover de nieuwe trainer. Maar ook tegenover het publiek. Fanatiek publiek daar. Nou, als wij daar doorheen kunnen prikken en wat ik zei, een tik kunnen uitdelen. Ja, dan draait dat misschien zich wel om. Leren jullie dan ook van de wedstrijd tegen Ajax dat in een grote stadion, daar ging het natuurlijk niet helemaal goed. Maar tegen Utrecht is ook natuurlijk, hè, zoals je zei, een goede aanhang. Denk je dat je daar wel iets van hebt geleerd, van die omgeving, van die sfeer? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal, als je in dat soort stadions komt en het zit vol, dat het even nieuw is. Nou ja, volgens mij kun je daar prima de warming-up ook een beetje voor gebruiken om daarvan van te genieten en om je heen te kijken. Maar we moeten zeker in wedstrijden moeten we van leren dat het, dat week in, week uit elke keer zo is. En daar moeten we ook, dat moeten we gewoon heel snel van leren. Dus dat is geen issue meer om te zeggen om niet te kunnen presteren of te veel druk te hebben of zo. Ik neem aan in alle wedstrijden die jullie spelen, doen jullie gewoon jullie eigen tactiek. Jullie spelen zoals hoe jullie willen spelen. Hoe gaat dat tegen Utrecht, denk je? Ja, hetzelfde. We gaan uit van eigen kracht. Natuurlijk heb je te maken met een tegenstand, dus het is echt wel leidend wat hun doen. Nou, daar zullen wij goed naar moeten kijken en daarop reageren. Daar trainen we op. Maar goed, ja, je kunt nooit helemaal voorspellen. Dus we zullen met alles rekening mee moeten houden. En daarop reageren als team. Jullie winnen dus tegen Werder, de oefenwedstrijd. Daarvoor tegen de Graafschap, goede wedstrijd op de mat gelegd. Eindig je met 1-1. Wat denk je over zondag? Wat denk je, kun je tevreden zijn met een punt daar? Of denken jullie aan meer? We denken wel aan meer. Maar net wat ik zei, ja, we moeten zien hoe die wedstrijd gaat lopen en wat hun gaan doen en hoe goed wij zijn. Dat is altijd bepalend. Maar als wij het gevoel hebben dat we drie punten kunnen halen, dan gaan we daar vol voor. En als het in de wedstrijd wijst dat een punt maximaal is, ja, dan zullen we daar alles aan moeten doen. Merk je in deze week dan al hoe je voelt, hoe goed jullie zijn? Ja, dan werk je. Je werkt in zo'n week altijd naar een climax toe. Je bouwt het op, je begint weer rustig en dan train je hard. En dan, net zoals vandaag en morgen, bouw je echt de spanning op. En dan hoop je dat het tot een uitbarsting leidt zondag. Ja, dus dat voel je wel, maar ik denk dat het voor een ieder individueel anders is.